Ja, minister Belle, u bent bijzonder optimistisch over die armoedecijfers. Hè. Als we kijken naar het jaar 2001 was de kinderarmoede 6%. Vandaag is die 12%. Dubbel zoveel kinderen leven vandaag in armoede. En op de koop toe gaat deze Vlaamse regering nog een keer besparen op het kindergeld. Deze Vlaamse regering, minister Dalle, die bespaart ook op het kinderbijslag voor die alleenstaande moeders. Die alleenstaande moeders die kinderen hebben, die zoveel risico maken om in deprivatie te moeten opgroeien, in armoede te moeten opgroeien. Hè. U bespaart tot €1.500 op gezinnen met 3 kinderen voor de kinderbijslag. Dat is geld dat die gezinnen vandaag niet hebben om hun kinderen veilig op te doen groeien. Allee, ik weet niet, voor u maakt dat misschien weinig verschil uit de €1.500, maar dat betekent voor mensen zeer veel geld. Hè. Dat zijn mensen die op het einde van de maand moeten kiezen welke factuur ze betalen. Die in paniek schieten als de school vraagt om sportschoenen aan te kopen. Die bang zijn als de winter eraan komt en ze geen winterjas hebben. Dat gaat om mensen in constante stress, omdat ze zien dat ze hun kinderen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. En van die mensen, gaat deze Vlaamse regering nog eens geld afnemen.